Vijf maanden geleden zond Nova een serie uit over de jaren 60. Ex-Provo Hans Tuinman ging in een van de reportages terug naar de plek waar Provo begraven ligt. Vandaag werd Hans Tuinman zelf naar zijn laatste rustplaats gebracht. Vanaf een drijvende tuin in een rommelig deel van het Amsterdamse havengebied. Een reportage van Jan Rijf. Gewoon af en toe schudden zo. Dat was Hans' karretje, hè? Ja. Zit er nog een kraat pils achterin? Zo, nee, Hans. Aan die stalen pijp, van die beugel, daarin. Ja, hier neemt u maar hoor. Oh, agent te paard. In de stijgleugels. Hier is het al gegaan. Nou, begraven, we hebben het eigenlijk weggegooid hier. Nou, hier, op dit punt. Ik dacht dat het hier was, of een paar meter hier, daar. Op dit punt, of een paar meter verder hoor. Had de gemeente een oplossing gevonden voor het Provo-probleem. Ze konden hun happenings houden en ze konden zich helemaal creatief uiten, opgesloten in die hekken. En op een zeepkistje hier konden ze doen wat ze wilden. En dat was voor ons, was dat de aanleiding. De aanleiding en het toppunt van de repressieve tolerantie. Van we sluiten ze op in een populair concentratiekamp en ze blijven van de straat af. Nou ja, onzie. Dat is de beroemde witte fietsenplan, dat is ook op de dinges. Hier heb je al staan. Hans heb ik leren kennen in Den Haag, die heb ik met Robert Jasper naar Amsterdam gehaald. En toen had hij daar zijn proclamatie voor de koningin Juliana voorgelezen. Het was eigenlijk een Haagse provo op zichzelf. En toen is hij naar Amsterdam gekomen, daar is het verder gegaan. Was hij een beetje de intellectueel van het stel? Hoe moet je hem typeren? Nou, Roel van Duin. Het was echt droge intellectueel. Veranderd, zeg je, Cor? Oh. Even voor het laatst zag ik het hele Hans Tuinman niet meer, hè. Het is net een pop met Madame Tussauds, als je hem zo ziet. Het is niet echt. Ja. Ja, dat is ook een verschrikkelijke ziekte wat hij had, hè. Hij was gek op Bob Dylan en een van zijn lijfuitspraken was... niet iedereen is gelijk, maar iedereen heeft gelijk. Wat een wijze uitspraak van hem was. Hij maakte mooie en rake gedichten die Tony Brix, zijn oude vriend en Jasper, zijn zoon, gebundeld hebben. Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as the hollow men, the stuffed men. Goh. Ja, grote reis gaat hij nu. Ja, misschien zijn wij de volgende, Cor. Ja, ja. Ja, gaan we wel. Hé, Luut. Kom maar weer, hè? Ja, ja, hetzelfde, joh. Nou, ik zou maar hier gaan kijken, want het is heel anders daar maar niet meer, hè. Nee, maar toch kort. Ja. Goh, moet je kijken, dat is toch gek, hè? Het lijkt net een pop. Jongen, ja, ik heb daar.
bang, but a whimper.